Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik de Catrice Limited Editie Poolside of Live uitproberen. In de winkel ligt hij inmiddels niet meer, maar hij is online nog steeds te koop. Ik denk niet dat alles nog verkrijgbaar is, maar heel veel producten zijn gewoon nog te koop. Ik vond de collectie er super leuk uitzien. Dus ik ga deze collectie in deze video samen met jullie uitproberen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de collectie, zou ik gewoon even zeggen, kijk maar gezellig mee met deze video. Ik heb even het persbericht erbij gepakt. En Catrice zegt zelf over deze collectie dat er hot uitzien, maar ook je hoofd koel houden en plezier maken in de zon zojuist makkelijker is geworden met de nieuwe limited editie Poolside of Live. Het is een gedurfde, levendige en glossy collectie, want het heeft alles wat je nodig hebt voor een beauty splash op je ogen, lippen, nagels en meer. Er zitten hydraterende ingrediënten in met zoete zomergeuren en verkoelende effecten. En ja, daardoor zou deze collectie de zomerboxen aantikken. Nu ik deze video opneem, is het inderdaad echt ook nog wel warm. Dus er zitten zijn nog zomerse temperaturen. Ik begin met de waterproof eyeliners. En ik heb ze in 4 kleuren. Het zijn deze eyeliners. Ik laat ze zo even van dichterbij zien. Ik heb hier allereerst de C03 Lavender Lemonade. Dat is een paarse tint. Dan heb ik hier de C02 Splash of Joy. Die is blauw. Dan hebben we hier de C04 Golden Hour. Dat is een oranje tint. En de laatste die ik dan heb, dat is de C01 Lime Crush. En die is groen. Catrice zegt over deze eyeliners dat het waterproof eyeliners zijn met een vuiltepunt, waardoor je een nauwkeurige applicatie hebt. Ze zouden intens en langdurig zijn en de pigmentatie heeft een hoge kleurafgifte. Ik zal ze zo eventjes op kleur zwartje de punt laten zien. Die ziet er zo uit. Dit is de punt, dus inderdaad vult. Ik ga hem heel even voor jullie swatchen. Zak ze even ook op kleur swatchen. Dat is natuurlijk wel zo handig, want ik noemde ze net niet de juiste volgorde met de kleuren. Zo, ze zien er goed uit hoor met de swatch. Ik kan niet anders zeggen. Paars is aan de beurt. En de vierde kleur. Dan zijn dit de zwartjes. Ze zien er inderdaad echt goed gepigmenteerd uit. Ik vind het hele mooie kleuren. Maar dan ga ik zo eventjes dit heel even laten drogen en mijn hand onder water houden om te kijken of ze dan ook echt niet uitlopen. Want dat vind ik wel belangrijk om te bekijken. Dus ik laat ze heel even drogen en dan zal ik even de watertest doen om te kijken of dat het inderdaad ook werkt. Ik heb even mijn hand onder water gehouden. Als ik er nou overheen ga, zie je inderdaad echt dat ze waterproof zijn. Je ziet het niet uitlopen en er zit ook niks op mijn vinger. Dus ze zijn echt waterproof. Dus ja, dat vind ik altijd ook wel belangrijk om te testen. Van, klopt het ook echt? Lopen ze echt niet uit? Maar dat doen ze dus ook echt niet. Het volgende wat ik heb is de Cooling Face Stick. En dat is deze. Heeft die ook nog een naam gekregen? Ik ga er eigenlijk wel van uit. C01 Pool. Ik kan het niet helemaal goed lezen. De tekst is wit. Ik zet heel even de zaklamp erop. Dan kan ik het goed zien. Pull down. Dit is de stick. Met een mooie blauwe kleur. En als je hem dan opendraait, dan zit er eigenlijk een soort van extra dekseltje op. En dan is dit hoe de stick eruit ziet. Wat zegt Catrice zelf over deze stick? Catrice zegt dat het een verkoelende en hydraterende gezichtsstick is, waardoor je een stralende en energiek huideffect zou krijgen. Doordat hij een stickapplicator heeft, kun je hem makkelijk aanbrengen. Hij is dus transparant en zou geschikt zijn voor alle huidtinten. Nou, er zit een draaimechanisme aan, waardoor je hem makkelijk omhoog en omlaag kunt draaien. En zo ziet de stick er dan uit.
Ik zal hem wel even swatchen, maar ik denk niet dat je dat gaat zien, want het is transparant, zoals al werd gezegd. Zo ziet hij er dan uit, maar daar zie je inderdaad helemaal niks van. Dus eigenlijk was het een beetje een onnodige swatch. Maar goed, dan weten we in ieder geval eventjes dat hij ook echt transparant is. Het volgende product wat ik dan heb, of eigenlijk producten, dat zijn er drie. Dat zijn de Bypace Lip Oils. En die zijn verkrijgbaar in drie tinten. Dit zijn ze. Ik heb hier allereerst de C01 Under Palm Trees. Dat is een groene. Dan heb ik de C03 Keep It Pool. Een blauwe variant. En dan heb ik de C02 Summer Kiss. En die is oranje. Catrice zegt over deze lipolies dat het eigenlijk hoogwaardige glossy lipolieën zijn. Waardoor je een volumieuze liplook zou kunnen krijgen. En ze hebben een zoete watermeloengeur. Ze hebben een verzorgende twee-fase formule. Er zit dus pepermuntolie in, waardoor je een verkoelend effect op je lippen zou krijgen. Waardoor dus je lippen ook wat voller zouden lijken. Nou ben ik daar altijd een beetje sceptisch in. Maar goed, wie weet. Ik zal even de applicator pakken. Erbij pakken. Je ruikt ook echt wel die watermeloengeur, maar je ruikt ook wel heel erg die pepermuntolie. Dit is de applicator. Hij lijkt weer zo hard, maar hij is beweegbaar. Want deze kun je wel bewegen. Ik heb ooit een keer een lipolie getest van Catrice. Die had een hele harde applicator, een hele onprettige geur. Maar deze applicator is niet hard. En daar was ik in het begin wel een beetje bang voor. Ik ga ze heel even swatchen voor jullie. Ik heb niet het vermoeden dat je de kleurtjes zult zien, dat het gewoon inderdaad transparant is. Maar dat maakt het... Oh, nou, die oranje zie ik wel. Wat zien jullie zo? Nou, ziet er niet heel verkeerd uit. Dit zijn de zwartjes. Je ziet inderdaad groen, oranje en blauw. Dus het ziet er op zich wel goed uit. Dus daar kan ik niks over zeggen. Nu nog even kijken hoe ze op de lippen zijn. Dan zijn er nog drie kleurtjes nagellak. En dat zijn deze. We hebben hier allereerst... Oh ja, het wordt weer leuk. Even weer die zaklamp aan, want ik kan echt bijna niks lezen. De blauwe kleur, die heeft de naam C02 Deep Dive. Dat is deze. Die draag ik nu op dit moment ook. Ik moet zeggen, hij blijft goed zitten. Ik heb twee laagjes van deze aangebracht, omdat ze licht doorschijnend zijn. Dus als je het echt niet mooi vindt dat je eigen nagels er doorheen ziet, zou je meer laagjes kunnen aanbrengen. Ik vind het altijd alleen een beetje lastig. Hoe meer laagjes, hoe sneller het chipt. Ik had na zo'n 3-4 dagen kreeg ik wat chips. Dat vind ik niet slecht voor een nagellakje. Dan hebben we een oranje kleur. Dat is de C01 Sundowner. Dat is deze kleur. Ja, het is een beetje oranje, rozig. Ik vind het een beetje moeilijk vast te leggen. En de laatste kleur die ik dan heb, dat is de C03 Purple Skies. Dat is deze. Ik zal ook even de applicator laten zien. Die ziet er eigenlijk gewoon heel basic uit. Je kunt je nagels er prima mee lakken. Catrice zegt over deze nagellak dat het langdurige nagellak is in levendige kleuren. Ze zouden een glinsterende en dekkende finish hebben. Nou heb ik deze kleur ook al geprobeerd. Die vond ik op zich ook prima dekken, maar van de paarse weet ik het nog niet. Dus daar moet ik nog eventjes... dat moet ik nog zelf uit gaan testen. Het laatste product wat ik heb, dat is deze. En dat is eigenlijk een heel erg leuk tasje. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ja, volgens mij ligt de camera het goed vast. Deze heeft de naam. God, dat lezen, dat gaat me goed af vandaag. Heeft hij eigenlijk een naam? Nee, hij heeft helemaal geen naam gekregen. Het is gewoon een leuk plastic tasje met een best wel grote rits. Kijk, en dit, zo ziet de binnenkant er dan uit. Maar de rit ziet er goed uit. Catrice zegt zelf dat het een zwemtasje is met een holografisch effect.
Waardoor je dus makkelijk je make-up essentials in stijl kunt bewaren. Maar hij is spatbestendig. Zou je het meenemen bijvoorbeeld naar het zwembad, dan zou niks nat worden. Maar ik vind het wel leuk, het transparant met het holografische. Dus ik vond hem wel heel erg leuk. En je kunt je spullen er dus leuk in stoppen. Dat waren de producten uit de collectie. Ik ga eventjes mijn haarbandje in doen. En dan gaan we eens even wat uitproberen. Want ik ben ook wel benieuwd hoe de producten gaan bevallen inmiddels. Mijn haar is uit mijn gezicht, dat is altijd wel heel prettig. Ik heb mijn spiegel erbij gepakt en dan gaan we gewoon beginnen met die stick. Ik ben benieuwd. Ik ga hem niet te ver omhoog draaien, want dan, ja, dat is niet nodig, want er zit gewoon heel veel natuurlijk. Ik moet eerst wel even goed rollen hoor, om hem een beetje te activeren, anders komt er weinig uit. Maar hij voelt wel heel lekker verfrissend aan, moet ik zeggen. Hadden jullie deze collectie ook gezien en liepen jullie er ook warm voor? Of was het de collectie waarvan je dacht, nou, ik vind het niet zo. Dat kan natuurlijk, omdat er best wel wat verre kleuren in zitten met de eyeliners. Ik vind dat wel leuk om te proberen en ook wel toe te passen bij ooglooks. Maar ja, niet iedereen houdt ervan en dat is natuurlijk ook prima. Nou, ik vind het best wel lekker aanvoelen. Ik denk dat het nog lekkerder zou zijn. Hij is verder ook geurloos als ik hem even in de koelkast had gehad. Ik denk dat hij dan nog net misschien iets lekkerder verkoelend zou werken. Maar hij voelt wel verkoelend aan. Dus dat vind ik zelf wel heel erg lekker. Dus ja, ik vind het zo op het eerste. Mijn eerste reactie is ja, het voelt wel lekker aan. Ik heb niet het idee dat ik nou heel anders uitzie dan voordat ik die stick gebruikte. Maar het voelt wel fijn en lekker. Ik ga eventjes mijn andere producten aanbrengen en dan kom ik bij jullie terug om de andere producten uit te proberen. En dan kan die stick ook even wat langer intrekken. Dus ik ben dan benieuwd hoe mijn mening er straks over is. Maar mijn eerste reactie is, hij voelt fijn aan. Zo, alles zit erop. Nu ga ik een eyeliner aanbrengen. Ik ga een blauwe gebruiken. Ik heb nu bewust nog geen oogschaduw opgedaan. Dat ga ik later nog wel doen. Omdat ik het wel leuk vind om het te combineren met een ooglok. Maar ik dacht, voor de video is het wel handig als ik nog even geen oogschaduw op heb. Dus dan gaan we de blauwe eyeliner proberen. En ik ben heel erg benieuwd. De zwart zag er goed uit. Kan ik jullie nog meer inzoomen? Nee, we zitten al op de max. Oké, gaat ie. Wat leuk. Ik heb een beetje een dikkere lijn gemaakt, maar ik vind het er wel leuk uitzien. Ja, ik vind het heel leuk. De andere kant ook. Nou, wat is het leuk? Ik vind het echt heel erg leuk. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Met wat ik zeg, als je niet van die felle kleuren houdt, dan denk je misschien, laat maar wezen. Maar ik vind het echt wel heel erg leuk. Ik zal er even mascara bij aanbrengen. Even kijken hoe dan het effect is. Maar ik vind dit zo al wel heel erg leuk staan. Ja, ik vind het leuk. Nou, zo ziet het eruit met mascara. Ja, ik vind het niet verkeerd. Ik vind het wel leuk. Maar net wat ik zeg, je moet ervan houden. Ik vind het wel heel erg tof eigenlijk. Ik vind het wel heel erg leuk. Het is een keer wat anders dan altijd maar zwart. Oké, dan ga ik als laatste een lipolie aanbrengen. Ik ga voor de blauwe variant. Ik ben benieuwd. Zo. Zo. Je merkt gelijk die olie joh, die erin zit, die muntolie. Ik weet niet of dit een verkoelend effect gaat geven. Ik vind het meer pijnlijk aanvoelen dan dat ik denk, ja, dit verkoelt. Ik ga het gewoon eventjes laten intrekken. Dan ga ik even mijn haren zo afmaken en dan kom ik bij jullie terug om de collectie na te bespreken. En dan weet ik ook gewoon wat ik van die lipolie vind op het eerste ogenblik. Maar wat ik nu denk is dat het behoorlijk pijn doet eigenlijk. Ik kom zo bij jullie terug dan. Zo, helemaal klaar voor mijn haren en zo. Ik heb ook even wat oogschaduw aangebracht bij die
bij die blauwe eyeliner en daar blijf je hem ook mooi door zien. Wat vind ik van de collectie? Laten we beginnen met die cooling stick. Die cooling stick voelt fijn aan op mijn gezicht. Ik heb echt wel het gevoel dat mijn gezicht ook een beetje verkoeld wordt. Ik zou zelf denken, goh, misschien even lekker in de koelkast zetten voor gebruik. Ik denk dat het nog lekkerder aanvoelt. Maar die was zeker niet verkeerd. Die eyeliners, ja, ik vind ze top. Goede pigmentatie, je ziet het ook heel mooi terug op de ogen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat bij de andere kleuren gaat zijn. Maar ik vond het er wel heel erg leuk uitzien. Ik heb er bewust voor gekozen om er één kleur te doen. Want ik heb, ja, anders wordt het een beetje een rommeltje als je alle kleuren zou uittesten. Maar ja, de zwart zag er ook goed uit. Ze zijn ook echt waterproof. Dus ik ben voor nu enthousiast. Die lipolie, ja jongens, ik weet het niet. Ik vind het zo moeilijk. Ik heb hem er nu op zitten. Het zou een verkoelend effect geven. Maar ik heb meer zoiets de hele tijd het gevoel dat ik op mijn lippen wil blazen. Omdat het... Ja, ergens snap ik dat het misschien een verkoelend effect zou zijn. Misschien kun je dat zo ervaren. Maar aan de andere kant denk ik, het lijkt wel of mijn mond in de brand staat. Mijn lippen gewoon. Zo'n gevoel. Dus ik vind hem heel lastig. Ik weet het gewoon niet. Ik moet het denk ik gewoon even iets langer testen. Maar het eerste wat ik denk is, ja, het bijt. Ik vind de glans wel heel mooi die eraf komt. Maar ja, ik vind het lastig. Ik ga het gewoon even wat langer testen. Ik ga er ook nog een blogpost over schrijven. Maar voor nu denk ik, het is best wel intens het gevoel wat ik heb. Ik weet niet hoe dat is als ik het wat langer draag. Misschien draag ik het te kort. Ik voel het verkoelende effect persoonlijk gewoon niet zo. Dus ja, het blijft lastig. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie van de collectie vinden. En wat jullie vinden wat ik ermee gedaan heb. Nou is het niet heel erg speciaal natuurlijk. Alleen een eyelinertje, een face stick en de lipolie aanbrengen. Maar ja, ik vind het wel heel leuk. Nou, de nagellak had ik al verteld wat ik daarvan vond. En ja, ik vond het wel heel erg leuk om deze collectie weer uit te proberen. Ik ben benieuwd of jij deze collectie ook had gespot en of je er toen de tijd iets van had gekocht. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video denkt, ik zou er toch nog wel wat van willen bestellen. Zoals ik zei, als je de collectie intypt op Google, krijg je nog verkooppunten te zien waar het verkrijgbaar is. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren op het rondje op mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!